Speelronde 33 in de Eredivisie. Heerenveen staat op de 11e plaats. Maakt nog een hele kleine kans om de play-offs te halen. En NAC vecht vanmiddag opnieuw, zou je zeggen, voor zijn allerlaatste kans. De nummer laatst in de Eredivisie, 22 punten. 5 punten minder dan concurrent en nummer 17 Excelsior. 7 punten minder dan de Graafschap. NAC degradeerde bijvoorbeeld in het seizoen 64-65, in het seizoen 98-99, om daarna, in het seizoen daarna, direct terug te keren in de Eredivisie. NAC dat voor de 6e keer in de geschiedenis zou kunnen degraderen. Maar wie weet pakt het hier in het Abel Lensa Stadion de laatste kans. Concurrent Excelsior op bezoek bij Heracles in Almelo. Ook voor Excelsior natuurlijk zeker geen makkelijke wedstrijd vanmiddag. Misverstand. Dus kan Heerenveen omschakelen met Van Amersfoort. Lammers in de punt. Hier komt Lucas Woudenberg. Lammers eerste paal. Kan het al raak zijn, maar de hoek is lastig. Helemaal achterin vraagt Lundqvist. El Alucci is hier ook. Greg Lee. Dat is niet onaardig bedacht, de steekpaas van El Alucci en het feit dat hij de bal herovert is helemaal prima. Nu verrijkt hij Rosheuvel en bijna een eigen goal van Daniel Heu. Daar zat meer in voor NAC. Voorzet van Rosheuvel. El Alucci, Kali, Lundqvist. Overtreding van Heu. Vrije trap, Lundqvist. En dat is een goede vrije trap die er best in kan via Karami. Alleen Karami raakt de bal niet vol genoeg. Dus kan Warner Haan vrij makkelijk de bal pakken. Goede kans dit. Uit de vrije trap die prima is van Lundqvist ontsnapt Karami. Goeie opening op Woudenberg. Voorzet Woudenberg, kopkans en wat mooi gekopt eigenlijk door Flap. Alleen gaat hij er niet in. Gevaarlijkste moment tot dusver van Heerenveen, 20e minuut. De kopbal van Flap, nog niet zo makkelijk om die bal zo fraai te sturen. Er is overigens nu op de tribunes hier in het stadion een actie. De actie Doe eens lief voor wat meer positiviteit rond de club. Een mooie paas op Woudenberg. Alsof het veld ook niet gesproeid is. Zo hobbelt de bal hier in het Abel Lensa Stadion. Hier gaat Lundqvist. 3-2 als NAC slim is. Hier komt een kans aan wellicht voor El Alucci. El Alucci, uithalen maar. Het is Warner Haan. Maar weer zo'n situatie waarbij NAC er met toch flink wat spelers uitkomt. En dat het er hoopvol uitziet voor de ploeg uit Breda. Goed verdedigd, Palmer Brown. Lee, Damen, El Alucci, Kali. Heel aardig voetbal toch wat NAC nu speelt. En dat is lang geleden dat NAC behoorlijk voetbal heeft laten zien. Kobayashi, Lammers, Rienstra, Van Bergen. Lammers hier, je hebt hem liever in de punt. Van Bergen. Recht op Van Leerdam. Van Leer ziet Flap wel komen, maar krijgt eigenlijk alle tijd. En Rosheuvel doet dit prima. El Alucci neemt over. Rosheuvel ligt op snelheid. Dan is het 2-1 daar. Rosheuvel, Lundqvist. Lekkere bal was dat. En Haan met een belangrijke ingreep, want anders komt NAC hier op voorsprong. Zo blijft NAC gevaarlijker dan Heerenveen in deze eerste helft. Wacht je eigenlijk al een tijdje op een doelpunt. Lammers. Bal afschermen. Maar toch is Kali lastig. Rosheuvel.
Doet hij knap. Kort ervoor. Net als Lundqvist. Rosheuvel. Prima balletje. Ella Lucci. Hier komt de kans aan voor Korte. Een dikke kans. En die moet er toch in, die bal. Giovanni Korte. Groter gaan de kansen vandaag niet worden voor NAC. Uitstekende aanval. Opgezet door Rosheuvel. Ja, als je dit soort ballen er niet inschiet, dan ga je vandaag al degraderen. Kobayashi. Flap. Volgende misverstand. Het is echt steeds minder het voetbal van Heerenveen in deze wedstrijd. Rosheuvel, korte loop door. Giovanni Korte en bijna prikt hij hem achter Warner Haan. Het is de volgende mogelijkheid voor NAC. Het is weer goed uitgevoerd door NAC. Maar uiteindelijk levert het weer niets op. Nu komt tevreden voor Korte. Korte die dus die ontzettend grote kans liet liggen. Hier is de hoekschop. Eerste actie van tevreden is dat hij de bal weghaalt. En deze zit er bijna in. Mitchell van Bergen. Vrije trap Lundqvist. Alles of niets. Zingen de supporters van NAC. Rosheuvel wacht lang, maar dat kan ook in deze situatie. Lundqvist. Och, wat slecht geschoten. Supporters van NAC juichen. Zien de bal tegen het net gaan, maar toch echt aan de verkeerde kant van de paal. Het staat nog altijd 0-0. Toch een paar meter naast. Van de ploeg van Brood speelt veel beter dan in de weken ervoor. Hier is Ella Lucci. Rosheuvel gebruikt goed zijn lichaam. Verlengt de bal nog tot bij Karami. Voorzet Karami. Hij gaat door Piri. Tevreden, krijgt hem niet onder controle. Damen, goed. En ook wel aardig geschoten. Weer zo'n situatie waar NAC misschien wel meer uit kan halen. Waar NAC misschien wel meer uit moet halen. Dit is een fout van Damen. Van Amersfoort. Had het zelf kunnen doen. Problemen voor Koch. Afvallende bal voor Rienstra. Lammers. Lammers zelf. Ja, Lammers zelf. En dan is het raak voor Heerenveen. Hij gaat op zoek naar zijn kans. Hij vindt de ruimte en scoort. Sam Lammers. En zo lijkt het erop dat het doek vandaag toch definitief gaat vallen voor NAC. Het heeft zelf de kansen niet benut. En kijkt nu met nog 20 minuten te gaan tegen een 1-0 achterstand aan. Knullig verdedigd hier door Koch. Een van de betere bij NAC vandaag. Rienstra met de bal. Lammers neemt aan en weet dan al, ik ga schieten. Alleen hij moet nog even de ruimte vinden. En die ruimte vindt hij. 16e doelpunt van het seizoen voor Sam Lammers. Daar bij de eerste paal gaat hij er bijna in. Het is de kopbal van Greg Lee. En daarna de kans voor Van Hooijdonk. Aannemen en uithalen. Geplaatste poging. Redding Warner Haan. Schot van Ella Lucci. Voorzet Lundqvist. En ook deze gaat er niet in. Dat zijn dikke kansen voor NAC. Weer Lee. Zo hoeft NAC deze wedstrijd helemaal niet te verliezen. Had het de wedstrijd misschien zelfs kunnen winnen. Twee goals heeft NAC nodig. In ieder geval om het hoofd nog boven water te houden. Hier is misschien de eerste. Hij zit erin. Eindelijk is daar het doelpunt voor NAC. En het doelpunt wordt gemaakt door misschien wel de beste speler vanmiddag. Menno Koch. NAC leeft nog. Hierop heeft Warner Haan geen antwoord. Prima kopbal van Koch. En via de kont van Torsby gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn. Morten Torsby. Van Bergen nog. Van Bergen van richting veranderd doelpunt. Hierop is Van Leer kansloos. En dan staat het 2-1 voor Heerenveen. Het lijkt gedaan met NAC.
Dat wat zich al zo lang aankondigde, gaat vandaag gebeuren. Dankzij een doelpunt van Van Berg. En via Lundqvist verdwijnt die bal buiten bereik van Leer in het doel. Tevreden duwt wat bij Torsby. Lee. Ilić. Goed klaargelegd die bal. Mihajlović. Dat is de enige juiste oplossing. Goed meegenomen door Van Amersfoort. Het ligt helemaal open. Lammers voor de goal. De aanwijzingen zijn duidelijk. Hier is het doelpunt niet. Oh ja, juist Sam Lammers. Daar moet je je tweede doelpunt van de middag maken. Want dan word je in je eentje topscorer van Heerenveen dit seizoen. Het is wachten op het laatste fluitsignaal. Dat volgt hier. NAC heeft er vandaag in ieder geval hard voor geknokt. Heeft ook best een hele aardige wedstrijd gespeeld. Maar het is uiteindelijk niet genoeg. En dus is degradatie voor de ploeg van Ruud Brood een feit. Lang had het wel uitzicht op een resultaat. Maar het wordt de 21ste nederlaag van het seizoen. En nu is het dus zeker. Voor de 6e keer in de geschiedenis. Degradeert NAC naar de eerste divisie. Dat gebeurde voor het laatst in het seizoen 2014-2015.